Wij zien hierin namelijk een zorgwekkende trend die een grote bedreiging vormt voor de democratische rechtsstaat voor zover daar überhaupt nog sprake van is. Steeds vaker worden kamerleden namelijk door de voorzitter belemmerd om hier op een rustige manier vrijuit met elkaar het debat te voeren. Het meest actuele voorbeeld hebben we vorige week gezien tijdens de algemene politieke beschouwingen. Mijn partijleider werd het woord ontnomen en uitgesloten van verdere deelname aan het debat nadat hij feitelijk benoemde waar een lid van het kabinet gestudeerd heeft en daarbij zijn onderbouwde mening gaf over dat opleidingsinstituut. En hierbij vielen een aantal zaken op. Ten eerste, het was voor het eerst. Sinds haar aantreden dat de huidige voorzitter een Kamerlid het woord ontnam en uitsloot van een debat. De heer Baudet zou een grens hebben overschreden. Maar waar ligt dan die grens? Er worden hier in dit huis met regelmaat zeer grove beledigingen geuit. De meest bizarre beschuldigingen opgeworpen en ongegronde suggesties gedaan waar de honden geen brood van lusten. Zonder dat ingegrepen wordt. Ik noem er een paar. Notabene nog diezelfde dag, vorige week, die dag dat de heer Baudet woord werd ontnomen. Toen werd de heer Wilders door de heer Paternotte van D66 de bedrijfspoedel van Poetin genoemd. En hoe ironisch is het dat Notabene de heer Paternotte hier nu zich presenteert met een moreel opgeheven vingertje als. Voorvechter van fatsoenlijke omgangsvormen tijdens het debat. We hebben iets eerder al kunnen zien hoe de heer Schuursma van D66, mijn fractiegenoot Van Houwelingen, keihard persoonlijk aanviel en daarbij sprak over een Hitler-verheerlijker. Een paar maanden geleden betitelde de heer Klaver mij nog persoonlijk als staatsgevaarlijk. Nu is dat ten aanzien van de huidige staat voor mij misschien wel een heel mooi compliment, maar het is en blijft een persoonlijke aanval en de voorzitter bleef muis stil. Mevrouw Simons heeft FVD en de PVV al racistisch en fascistisch genoemd. De heer Azarkan noemde de PVV een xenofobe, fascistische, racistische partij. En zo kan ik nog wel even doorgaan. In geen van deze gevallen werd de microfoon uitgezet. In geen van deze gevallen werd iemand gevraagd zijn of haar woorden terug te nemen. In geen van deze gevallen werd iemand het woord ontnomen. En in geen van deze gevallen werd iemand uitgesloten van het debat. En om misverstanden te voorkomen van mij, hoeft dat ook niet. We zijn allemaal niet van suiker. We kunnen tegen een stootje. En zolang de orde niet ernstig verstoord wordt, moeten we gewoon met elkaar in gesprek blijven. Maar wat mij wel hele ernstige zorgen baart, dat is de selectieve verontwaardiging en het contrast tussen de behandeling van machtspartijen en oppositiepartijen. En die selectieve verontwaardiging zien we niet alleen bij de voorzitter, maar ook vanuit de Kamer zelf. Op het moment dat hier een Kamerlid fascistisch genoemd wordt, dan is er niemand van de kartelpartijen die... Het heeft over een grens die wordt overschreden of die zegt: oh, als u hem beschuldigt, dan moet u aangifte doen. Of uh, u moet nu al het onomstotelijke bewijs op tafel leggen. Zoals wel direct gebeurt wanneer ik keurig onderbouwd betoog dat een bepaald persoon bijvoorbeeld corrupt is.